voor deze hele asociale chauffeur. Ja. Zo met de auto stoep gezet. Het is toch schande, hè? De verleidingen zijn gewoon te groot. Boterkoek. Dat is het slechtste wat er is, maar ik vind het lekker. Sta eens halve wereldster gewoon voor lul bij een radiostation. Wat een afgang. Na een maand is er weer geraced in de Formule 1. Gerard komt een stukje dichterbij, merk ik. We hoeven niet uit te leggen wie er is, maar geef hem toch even een plasje. Gerard Joling is er! Het is vreselijk eigenlijk. Ja, het is vreselijk. Ik ben mee tot voor de vloer. Hier op het plein of in de kroeg. Zing naar het volle bos. Wat kan jou schelen? Zing maar ons nog velen. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Nou ja, het was weer een hele gekke week. Ik ben nog even bij Bert op ziekenbezoek geweest. Ik ben nog eventjes langs Sterren NL geweest. Even naar Jan Paparazzi een taartje brengen voor mijn verjaardag. Even langs Edikeur Radio 3. En we zijn ook nog even langs 538 een taartje hebben we gebracht. Nou, om de taart te halen hier in Aalsmeer heeft Mark zijn auto natuurlijk weer idioot asociaal op de stoep neergezet. Maar goed, het is laden lossen, dus dat moet kunnen natuurlijk. En voor de rest was het een beetje voorbereiden voor mijn feestje. Het was weer een gekke week. Ik hou ervan. Is je niet een beetje asociaal, zo die auto hier? Was prima. Sorry voor deze hele asociale chauffeur. Ja. Zo met de auto stoep gezet. Het is toch schande, hè? Ik ga er werk van maken. Ja, dat kan ik niet maken. Je komt wat halen, dus dat mag. Wat een mag. Goed. Ja, het is halen, maar het is ook inladen, dus ja. Precies, laden los, hè? Ja. Nou, wat gaat het worden? Nou, ik wil 3 dozen gemengde gebak. En allemaal als het kan 15 erin. Of 12, als dat mogelijk is. Wat ruikt het hier toch heerlijk? Ik ben nog in staat om die hele vitrine leeg te houden. Wat waren jullie tompoesen en koningssoes lekker? Ik heb er gisteren 3 opgegeten. Ja, dat is schande hoor. En dan zou ik daarna gaan kijken hoeveel calorieën erin zaten. Nou, dat moet je niet weten. Nee, dat moet je niet doen. De verleidingen zijn gewoon te groot. Boterkoek. Dat is het slechtste wat er is, maar ik vind het lekker. En toen? Oh, heerlijk. Als een boterkoek kan ik er zo meteen op eten. Maar ja, kan ik het ook niet. Niet? Nee. Oh. Mooi vet. De Radio 5 zijn, Geer. Is dat nog hier of niet? Volgens mij wel. Echt waar? Volgens mij moeten we naar Corné en Jan wezen. De peperbus. En waar is dat dan? Als hier. Dat heb je ook gebouwd. Dat is waar je ook bij Radio 2 naar binnen moet. Daar dan krijg je straks ook nog een gebakje van. Oh, lekker, lekker. Komt helemaal goed. Sta eens halve wereldster gewoon voor lul bij een radiostation. 16 miljoen platen verkocht. Prachtige programma's waar miljoenen mensen naar kijken. Gisteren op te treden voor 548.000 man. Pan in het pannendak. Hier loop ik op een armoedige parkeerplaats. Omdat mijn management en pluggen een verkeerd adres hebben. Wat een afgang. Nou, schiet eens oog, duurt het allemaal lang hier. Ik ben zo vervelend vandaag. Die andere gaat open. Ja, tiet. Naar welke etage? Naar de 4e graag. Zeg ik. Weet je wat nou het ongelooflijke sympathieke is van de NPO? Of je nou Radio 1 neemt, of 2, of 3. 4, 5, nou 5 draait me af en toe, voor de rest draait niemand je. Maar dan vind ik het wel weer sympathiek dat ze al die ballonnen voor je ophangen. Dus, chapeau. Gezellig! Ja, daar is hij hoor. Ja. Hoe is het tegen je afgevallen? Ja, weer afgevallen. Ja, het gaat gewoon door, hè. Dat is niet normaal. Ja, hij is 8 kilo afgevallen. Hoe is het, jongen? Hij is 8 kilo, hè. Ik kan me niet voorstellen dat ik 63 ben, want ik voel me absoluut niet zo. Maar hoe oud voel jij je dan wel, Geer? Nou, ik denk een jaar of 38. 38? Wie beeldt het? Oh, wacht, Edikeur. Wacht even. Ja, ja. Wacht even, Edi. Ik zit net even in de uitzending bij Jan Paparazzi. Ik bel je zo terug, schat. 1 tel. Kun je hem even aanpakken, man? Ja, sorry. Sorry. Ja, die zit. Het is hierboven. Ja. Edikeurslagen. Ja, Edikeurslagen. Nee, ja, ja, goed, je weet je. Ja, ik ben gisteren. Nou, ik heb een hele rustige Koningsdag. Ik heb eerst bij de buren rond 1 uur of 2 koffie gedronken, een oranje tompoes. Toen ben ik even gaan sporten 1,5 uur. En daarna ben ik gewoon lekker wat rustig gaan eten. En toen ben ik even naar 15:08 gereden, want dat was het grote feest. Jij stond op die grote bühne, stond jij in Breda, hè? Niet normaal was. Hoe was het? Ja, fantastisch. Yes, ik heb er genoeg. Hartelijk dank! En jullie bedankt! Nee. Kom! Nee.
jarig mens gehad. Zie dat. Kijk eens even. Ik zie het, ja. Hoe oud is die? Hallo. Hij is nog vers gehaald. Oh, jezus. Hallo. Oh, my God. Nog meer. Nee, je hoeft geen plaat om te draaien, maar het zal heel leuk zijn. Ga niet met me mee. Staat dit op de playlist? Heb jij net gedraaid? Dan moet je wel even opletten, schat. Twee keer gezegd. Nee, niet. We hebben ze dus net gedraaid. De versie die jij hebt ingezongen speciaal voor mij. Dat is ontzettend leuk. Wat een schat. Na een maand is er weer geraced in de Formule 1. Gerard komt een stukje dichterbij, merk ik. En op deze vrijdag werd er dit keer al bepaald vanaf welke plek de coureurs zondag zullen starten. Nederlander Nick de Vries zal een plekje achteraan krijgen. Die botste tegen de muur. Ja, en hoe zit het eigenlijk met Verstappen? Verslaggever Louis Dekker. Ja, daar is hij. Oh, wat erg. Jongens, dank jullie wel allemaal. Dankjewel, lieve Geer. Had ik nog een sweetertje bij me? Verjaardag alvast. Ja, dankjewel. Ik wil even een doos gebak brengen. Ik ben toch de hele vrijdagmiddag al bezig. We zijn nog bij Eddie Keur geweest. En bij Radio 5, bij Paparazzi. Dat was natuurlijk enig. Jan Paparazzi. En nu breng ik even gebak. Omdat ik morgen jarig ben voor de jongens. En omdat het weer zo leuk was bij 58. That's the reason. Leuk, hè? Hey, is het jongen? Ja, het is goed. Het is gezellig. Wat kom je doen? Ik moet even een doosje gebak brengen, want ik vorig jaar ben. Dus, met 29 april. Ja, zeker. Ik ben niet goed bij je hoofd. Dat klopt, ja. Wat heb je meegenomen? Een lekker gebakje. Dus neem lekker gebakje. Nou, joh. Nee, joh. Geniet er lekker van. Wij zijn bijgebakt, dus neem ook wat. Wat lief. Ik heb er al 3 op, ik ben er klaar mee. Dankjewel. Hoe is het gezellig hier, jongens? Ja. Heb je naar je zin? Zeker. Goed zo. Gezellig. Ja, heel goed. Ja, we maken er nog wat van. Ja, gewoon goed, hè? Lexi altijd op tv, dus denk ik, ze blijft er goed uitzien. Ja, zijn we lekker de Koen en Sander show aan het maken. En ineens komt hier binnen... Als een duffeltje met een taartdoosje. Gisteren stond hij nog op het podium bij 538 Koningsdag. Maar in een prachtig pak. In een mooi pak. Ja. Mooi pak. Ja. Speciaal laten maken voor 538. Ik denk, ik moet schitteren. Weet je, vroeger keek ze naar mijn blauwe ogen, nu alleen maar mijn kontzak. Dus ik moet het meer voor de kleding hebben. Nou, we hoeven niet uit te leggen wie er is, maar geef me toch even een plasje. Gerard Joling is Dankjewel! En Geer, je kwam een hele doos met lekkers. Ja, ik was een beetje rond aan de ik ben morgen jarig. En ik denk, nou weet je wat, ik was toch bij de banketbakker eventjes een doosje brengen. En ik kwam hier toch langs. Geer, is er al voor je gezongen? Nee, dat nog niet. Nou! Ja. Nou ja zeg! Ik ga het toch eventjes doen hoor. Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. We wensen je een hele mooie verjaardag. Dankjewel. En jullie bedankt voor de moeite. En jij ook een hele fijne verjaardag, want jij bent ook morgen jarig. Ik ben ook morgen jarig. Ja, zeg hij vindt het in het leeuwtje. Nee, ik kan. Dus we gaan het wel. Allemaal. Ja. Dag Gerard, jongens, dankjewel! Doeg! Nou jongens, dat is het dan. Een paar honderd kaarten. Het ziet er wel top uit, Bert. Ongelooflijk. En jij bent helemaal kaal geschoren, zie ik. Ja. Beter hoor. Ja, nou ja, het viel ook helemaal uit. Dus. Maar je hebt nog wel wenkbrauwen en zo. Ja, die gaan ook. Alles gaat eruit. Dat meen je niet, joh. Nou, het bestaat je niet, ja, daar heb je geen moer aan. Nee, maar ja, het is ook niet zo dat ik zeg van, god, ben ik opgeknapt, hè? Nee, maar het is ook niet... Dat ik hier zijn toen je de binnenkamertje 20 heren moet doen. Nee, dat... het is vreselijk eigenlijk. Ja, het is vreselijk. Je hebt de hartelijke groeten van Francis en de vriendin. Oh, gezellig. De groeten van Angelique. Je hebt de groeten van... Maar je moet ze even goed nemen, van de filmpjes, op de kaart. Ja, maar hij wil niet te dichtbij komen. Nee, maar ik, als je gewoon een beetje die... Dan maak je kan er langs lopen, hoor. Ja, als je er een beetje langs loopt, dan is het dan wel erg, joh. Mocht je me willen volgen, je weet het, hele kram. Via TikTok, Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter. Mijn eigen YouTube-kanaal, ik kan er nog steeds lid van worden, kost je niets. En ik hou jullie op de hoogte. We hebben deze week 2 vlogs, dus dit is de eerste van deze week. Omdat er best wel veel gebeurd is en... Nou, ik zou zeggen, ga er lekker van genieten. En de andere vlog komt er heel snel aan. Hartelijk dank. Groetjes van Geer. Fijne week. Doei.